De komende week valt de Nijenkrant weer op de deurmat. Huis aan huis in Mil, Langeboom, Sint Hubert en Wilbert Oort. De Nijenkrant. Met nieuws, interviews, verslagen, columns en nog veel meer. Meer weten of deze full-color uitgave digitaal bekijken? Surf dan naar www.denijenkrant.nl. Conny, van harte gefeliciteerd met 10 jaar De Nijenkrant. We hebben net geluisterd naar het eerste jingletje wat ooit gedraaid werd, ik denk 10 jaar geleden bij de lokale omroep Mil. Ja. Dat er een nieuwe krant op de deurmat zou vallen, maar ja. in die 10 jaar is er veel gebeurd. Ja, er is heel veel gebeurd. Ja, dat jingletje was toen omdat we in het begin nog niet iedere week verschenen. In december wel, 1 december 2012 zijn we toen begonnen. En toen hebben we meteen de hele maand december, iedere week zijn we toen verschenen. Dat was een soort proef van ja, hoe bevalt het. Ja, dat was eigenlijk na het eerste nummer al zoveel reacties. Hebben gezegd, daar gaan we in ieder geval in 2013 mee door. Ja. Maar toen hebben we in eerste instantie om de week gedaan. Omdat we, ja, we moesten nog adverteerders werven en voldoende inkomsten genereren. En sinds oktober 2013 is het elke week. Ja. Waar is het idee ooit ontstaan om zeg maar de Nijenkrant te beginnen? Uit onvrede? Ook, zoals dat vaak begint, hè, met ondernemers die zelfstandig worden denken, ik kan het beter dan de baas. Maar bij ons was het ook, ik schreef toen al best veel voor wat clubs en verenigingen, voor bedrijven schreef ik persberichten. En die kreeg ik heel vaak niet gepubliceerd in de media die toen bestonden. Mm-hmm. Toen had ik wel al mijn eigen website, inmil.nl. Ik dacht, dan kan ik daar in ieder geval de berichten op zetten die ik zelf schrijf. Maar een huis-in-huiskrant... Ja, dat was eigenlijk wel iets dat we dachten, ja, dat is nog mooier. Heb ik toen met wat mensen besproken, ook die van de voetbalvereniging bijvoorbeeld. Hè, die schreven iedere week keurig een verslagje en dat stuurden ze naar de krant, maar het werd nooit geplaatst. En op die manier hebben we toen ja, wat mensen bij elkaar gezocht. Robert Hermans heb ik er toen bij betrokken. Die werkte toen bij de Maasdriehoek. Die zat helemaal in die kranten zien. Die had er toen mee over nagedacht en ja, uiteindelijk bleek het idee best haalbaar te zijn. Ja. Maar jullie hebben het in een stichting vorm gegooid. Ja, ja. Dat was toen ook op advies van Robert. Omdat die zei, van, ja, als je het op in de vorm van een stichting doet, dan kun je ook altijd sponsoren werven. Hè? Ja. En als je een krant als eigen bedrijf, als ik toen meteen dat op mijn eigen bedrijf had gezet en ik zou... Waar ik altijd zeg, bij wijze van spreken, dood omvallen, ja. Dan zou er geen krant meer zijn. En nu is er gewoon een stichting. En de stichting die betaalt de bezorger, die betaalt de vormgever, de drukker en die betaalt mij als redactie en acquisiteur. Nou ja, en mocht een van die partijen er ooit niet meer zijn of niet meer kunnen of niet meer willen, dan is er altijd het geld om iemand anders in te huren voor die taak. Ja, ja. Dus vandaar dat we dus een stichting hebben opgericht. Ja. Je hebt het over geld, hè? We gaan zo even lopen nog even de 10 jaar door, maar ja. Op dit moment is het wel spannend met de krant. Ja, afgelopen zomer was het eigenlijk nog spannender. Het begon eigenlijk in januari al. In januari gingen de prijzen omhoog van drukken en papier. Dat was nog bijzonder voordat de oorlog in Oekraïne was begonnen. Mm-hmm. Op dit moment krijgt Oekraïne overal, of Rusland overal, de schuld van. Ja. Maar die prijs ging al omhoog voordat de oorlog was begonnen. Nou, en dat is in 1 april nog een keer omhoog gegaan, in juli nog een keer omhoog gegaan, in september nog een keer omhoog gegaan. Ja. Nou ja, en uiteindelijk zaten we op ja, volgens mij bijna 400 euro in de week meer kwijt waren aan drukken dan bij wijze van spreken de laatste krant van december vorig jaar. Ja. Nou ja, en dat was wel even spannend van ja, trekken we dat, want we hadden niet in 1 keer voor 400 euro in de week meer adverteerders binnen. Nee, en ook nog net in die tijd, hè, want je had corona, ja. Daar liep ook allemaal terug. Ja. Heb je er wel eens ooit slapeloze nachten van gehad? Van, ja. Gaat die krant nog door? Ja, om twee redenen. Enerzijds dat het gewoon je baan is. Ja. Ik bedoel, het grootste deel van mijn inkomsten komt uit de eigen krant. Mm-hmm. Maar ook omdat we merken hoeveel mensen erop zitten te wachten op de krant en hoe graag mensen hem lezen. En ik zeg dan ook wel eens, stel jezelf eens voor dat de krant er niet was. Wat doe je dan als club of vereniging om het nieuws onder de aandacht te brengen, huis in huis? Je kunt het op je eigen website of Facebook zetten. Mm-hmm. Maar ja, dan moet er al ergens naartoe om het te lezen. En nu die krant valt gewoon in de bus, zeg maar. Dus krijg je al het nieuws wat in deze 4 kernen is, krijg je mee. Dus ja, dat wel eens wat zorgen gebaard. Maar ja, uiteindelijk is dat gelukkig heel goed opgepikt door ondernemers, door adverteerders, maar ook door heel veel particulieren die ons gesponsord hebben. Ja. En ja, ons daarmee best wel een aardige boost hebben gegeven, ook voor na 1 januari. Ja. Was het criteria om een stuk geplaatst te krijgen in de Nijenkrant? Ja, eigenlijk kan het er altijd in. We vragen wel om het niet te lang te maken. Mm-hmm. Ik bedoel, op een pagina kunnen ongeveer 1200 woorden. Ja.
Dus ik zal niet per se een hele pagina vol schrijven. Nee, het moet eigenlijk iets lokaals hebben. We richten echt op de vier kernen Mil, Langeboom, Sint-Hubert en Wilbedoord. Ja. Dus het moet een lokale insteek hebben. We krijgen heel veel persberichten ook van de omliggende dorpen van dat er iets te doen is in Haps en in Beers en Wanghooi, Landhorst. Maar ja, die zetten we altijd op de reservebank, noemen we dat. Ja. Als er ruimte is, dan nemen we die berichten mee. Maar de lokale berichten, die gaan voor. Ja. Je moet altijd een link hebben met die vier, met de oude gemeente Mil. Ja, en dan, ja, wat ik zeg, gewoon artikel 300, 400, 500 woorden. En dan kan die eigenlijk altijd mee. Daar hebben we ook altijd gezegd, alle berichten die we binnenkrijgen, die gaan gewoon mee in de krant. Mm-hmm. Alle berichten uit die vier kernen. En moeten we dan ooit vier pagina's meer? Nou ja, dan doen we dat. Mm-hmm. Het is niet zo dat wij berichten gaan skippen omdat we geen ruimte hebben. Dan doen we er gewoon vier pagina's bij. Ik weet nog dat toen de Nijenkrant begon, toen was het van de advertenties mogen niet overheersen. Ja. Heb je dat nog steeds overeind kunnen houden? Ja, we zitten nog maar steeds op maximaal 40% advertenties. Mm-hmm. Sommige andere kranten die gaan tot 70 of 80 procent, maar daar hebben we gezegd, dat willen we niet. Nee. En dat is ook niet nodig. We werken op basis van kostendekkendheid. Dat is ook wel een voordeel met die stichting. Hè. Als alles voor mezelf als ondernemer was, dan denk je misschien, nou, weet je wat, ik doe wat minder berichten en meer advertenties, dan levert het meer op. Ja. Maar dat maakt uiteindelijk voor de makers van de krant niks uit. De stichting zorgt dat alles betaald kan blijven worden. Het is ook een krant die heel herkenbaar is. Er is in 10 jaar tijd niet veel veranderd. Nee. Nee, omdat we merken dat mensen hier, mensen dit leuk vinden. De wijze waarop de berichten zijn geplaatst, de grootte van de letters hebben in het begin nog wel eens wat zitten stoeien. Ja. Foto's erbij, hoe groot, hoe klein, de kleuren hebben. Het is altijd fijn als je op een foto kunt zien wie erop staat, hè? Ja. Dat is wel handig. Ja, precies. Nee, maar daar krijgen we zoveel reacties op, dat ook onze vormgevers zeggen, dat blijven we op deze manier doen. Ja, de Nijenkrant organiseert ook wel eens zo'n dingen. Hè? We hebben de oudejaarsconferentie komt hier aan. Ja. En een aantal andere dingen. Zijn er dan mensen die de Nijenkrant benaderen of gaat dat via een andere weg en het uiteindelijk in de Nijenkrant terechtkomt? Ja, alle twee, maar sommige dingen zijn ook noodzakelijk. We hebben bijvoorbeeld dit jaar ook zo'n actie opgezet met welkomstpakketten. Mm-hmm. Dat was ook vanuit de Nijenkrant. En daar zijn ook van die dingen die dan uiteindelijk voor onze stichting weer geld opleveren, zeg maar, om de krant te maken. Want op dit moment is het eerlijk gezegd zo dat je meer moet doen dan alleen advertenties plaatsen en werven om de krant betaalbaar te maken. Dus we zoeken altijd naar extra initiatieven, zoals ook zo'n Nijenkrant-conferentie volgend jaar weer. En die hebben we ook al twee keer eerder gehad. Zo'n welkomstactie, die weekboeketactie bijvoorbeeld, dat levert allemaal net iets extra's op. Ja, het is natuurlijk gewoon ook heel spannend en je kunt hem eigenlijk heel snel met ja of nee beantwoorden. Hebben we over 10 jaar nog een Nijenkrant? Ja. 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 Dan hoef je het daar niet meer over te hebben. Iedereen gerustgesteld. Ja. Heb je ooit overwogen, want dat hoor je ook, hè, van, om te zeggen van je kunt je abonneren. Ja, die zijn er. Hè. In Nederland hebben we er ooit een gesprek mee gehad met Peel en Maas, die kanten. Mm-hmm. Daar is een huis-in-huiskrant waar mensen zich op moeten abonneren. Ja. Maar ja, dan moet je er uiteindelijk wel heel veel hebben. Om het dan toch weer betaalbaar te maken, dan wordt het ook weer iets minder interessant voor ondernemers. Nu drukken we 5000 kranten, dus mensen staan in 5000 kranten. Als je abonnees hebt en het zijn er bijvoorbeeld maar 1000, nou ja, dan is dat ook wat minder interessant voor ondernemers. Mm-hmm. En qua bezorging is het dan ook weer wat lastiger. Nu is het huis in huis bezorgen en dan moet je echt de adressen. Dus we hebben er wel onderzocht en het heeft zijn voor- en zijn tegens, maar op dit moment voor ons meer tegens dan voordelen. Je hebt het over bezorging. Dat heb je eigenlijk ook onder een bepaalde manier ondergebracht bij de Nijenkrant. Ja, dat je die bezorging zelf doet. Ja, 2,5 jaar geleden hebben we dat opgezet. Toen waren we niet tevreden over de bezorgdienst van dat moment. Mm-hmm. En toen dachten we, nou ja, goed, dan moeten we dat eigenlijk zelf doen. Hadden we eens vaker gedacht, maar we dachten dat er enorm veel werk was. Ja. En uiteindelijk bleek dat we binnen een week ons bezorgkorps op orde hadden. Ja. En nou ja, dat gaat sinds april 20, geloof ik. Ja, doen we dat zelf. En dat gaat echt hartstikke goed. Dan heb je ook korte lijnen. Mensen bellen dus een krant niet gehad hebben. Dan weten we precies welke bezorger we moeten bellen. Ja. En die bellen we gewoon rechtstreeks. En voorheen ging dat via een verspreidingsorganisatie. En dan, ja, dan had je er iets minder grip op. Ja. Als je naar de redactie stuurt, dan moet het voor dinsdagavond binnen zijn? Ja, dinsdagavond liefst voor 7 uur, want op woensdagmorgen dan beginnen we om 8 uur, of dan begint de vormgever om 8 uur met het vullen van de krant. Mm-hmm. En wij doen dat dan op basis van wat er op dat moment is.
Andere kranten die werken vaak met een vaste format. Die hebben, ik noem maar wat, 15 ruimtes waar een bericht in kan van 200 woorden, waar 10 of 300 woorden in kunnen. Dat doen wij niet. Wij korten ook geen berichten in. Onze vormgever kijkt van hoeveel berichten heb ik en hoeveel kan op welke pagina. Dus die zit echt een beetje te puzzelen om het zo efficiënt mogelijk te doen. Dus alles wat we voor woensdagmorgen 8 uur binnen hebben, dat kan dan in ieder geval mee. Woensdag wordt die gemaakt. Woensdagmiddag kijken we nog een keer doorheen, staat er alles in, staat alles goed. Ja. En op donderdagmorgen gaat hij naar de drukker. En dan komt die wanneer hier? Op vrijdagmorgen gaat onze bezorger ze zelf ophalen in Heijen. Bij Janssen Pers. En die brengt ze vervolgens overal naar de bezorgers. En voor 10 uur vrijdagmorgen zijn ze bij alle bezorgers. En op veel adressen ligt hij dan op vrijdag al in de bus. Ja. Maar hij moet in ieder geval voor zaterdagmiddag 5 uur in de bus liggen. Ja. Nog plannen voor de toekomst met de Nijkrant? Ja, in eerste instantie zomaar eens doorgaan, zoals we het nu doen. Ja. Nou ja, er zijn altijd wel ideeën om extra dingen te doen, wat de krant weer kan versterken, wat onze website in Mail kan versterken. Ideeën zijn er genoeg, maar die moet ik als ik iets verder uitwerken voordat ik die durf te zeggen. Ja. Ga je een feest vieren met de hele club? Ja, we hebben afgesproken dat we in ieder geval na de jaarwisseling even een keer een borrel gaan doen met het stichtingsbestuur en de mensen die er wat dichterbij bij betrokken zijn. Want we zijn er eerlijk gezegd best trots op. 10 jaar de Nijkrant. Oké, nou spreken we elkaar over 10 jaar weer. Goed zo, dankjewel.